Je ziet toch vaak op journaal dat ergens iemand een maand of een jaar dood in zijn huid ligt. Mensen hebben het allemaal druk. Mensen zijn heel erg met zichzelf bezig. Gebrek aan tijd en gebrek aan aandacht, dat is eigenlijk de armoede van deze tijd. Het idee om naar elkaar om te kijken en elkaar te helpen waar nodig, spreekt Gelske en Johan erg aan. Nou, vanwege de sociale aspecten. Als je ouder wordt, dan kun je daar minder eenzaamheid verwachten en meer samen doen. Dat is eigenlijk de hoofdzakelijke reden. Omdat ik toch wel heb gezien, bijvoorbeeld bij mijn moeder, die is op een bepaald moment echt wel, nou ja, had ze echt wel meer zorg nodig. En dan is het steeds een verrijden naar je moeder toe. En ik vind het ook een beetje onrealistisch om te verwachten dat je kinderen dat voor jou zullen doen. En het lijkt me fijn om in zo'n omgeving te wonen waarin je veel samen kunt doen. Het echtpaar denkt dat Zeewolde een goede plek is voor een knarrenhof. Zeewolde heeft als grote voordeel dat er ruimte is. En ruimte is voor het knarrenhof is best iets lastig te vinden. Vooral de plek waar wij wonen nu in Amersfoort is eigenlijk bijna ondoenlijk. Of je moet echt meer dan 3 ton willen uitgeven en dat hebben wij gewoon niet. Dus daarom Zeewolde. En ja, ik werk ook in Zeewolde, dus het komt ook op die manier komt dat goed uit. De kans dat het plan slaagt in Zeewolde is heel groot. Namelijk heeft de gemeente gezegd, wij zijn zo enthousiast dat als jullie voor eind mei voldoende mensen vinden, dat we zelfs een plan tot 40 woningen groot, bijna net zo groot als dit plan, we willen een stuk grond ter beschikking stellen aan jullie. En dan kan dus al in mei 2019 de bouw beginnen. En voor wie denkt dat de knarrenhof alleen voor oudere mensen is? En als je zegt dat een bejaardentehuis is, dan krijg je een klap. Niet met een stok, maar gewoon met een moderne schoen. Ook in Almere en Lelystad is er interesse in het project. Maar dat zit nog niet in zo'n actieve status als Zeewolde. Daar is op 8 mei een bijeenkomst om te kijken hoeveel belangstelling er is.